afgelopen zaterdag was echt een dik feest, jongen. Ja, veel te veel gedronken, ja. Nee, ik sta nu weer voor al die rotkinderen. Ja, ik moet weer lesgeven. Wacht eventjes hoor. Hallo kindertjes! Zijn jullie weer klaar voor? Ja? Dat is mooi, want dan kom ik zo weer eventjes bij jullie. Ja, die kutkinderen die houdt niet op hoor. Banjo Movies presenteert met gepaste trots 10 don'ts in de klas. Nou klas, we hebben ons huiswerk af. Wie heeft er zin in een spelletje? Ik. Ja Bardo, jij hebt zin in een spelletje? Oké, wat gaan we doen? Het zwaffelspel! En daar komen dus de kindertjes vandaan. Zijn er nog vragen? Meneer, ik heb een vraag. Nou, hoe zit dat ook weer met de stelling van Pythagoras? De stelling van Pythagoras is heel makkelijk, Bardo. A kwadraat plus B kwadraat is... Ja, oké, nu kan je het wel in je bek houden. Bardo Ellens. Toen ik je proefwerk na ging kijken en bij de vraag vind X... heb jij X omcirkeld en gezegd, hier is die. Ja, nou... Geen gemaar, Bardo. Ja, ik ben toch geen piraat? Je bent wel een piraat! Arr! Bardo, zo praat je niet tegen de leraar. Ga je maar melden. Nee, ga jij je maar melden. Wat? Ik ga me niet melden. Ik ben de leraar. Ik zei eruit. Nou, oké. Bardo, heb je huiswerk gemaakt? Nee, ik heb mijn huiswerk niet gemaakt. Maar wat heb je in je handen dan? Ja, oké, dit is mijn huiswerk. Ja. Nou, lever maar in dan. Zo, Bardo, wat voor kunstwerk heb jij gemaakt tijdens de kunstles? Ik heb deze schoen gemaakt. Maar die wordt in een fabriek gemaakt, Bardo. Nee, deze is bij me thuis gemaakt. Het prijskaartje zit er nog aan. Nu niet meer. Om nu uit te zoeken in welke klas jullie horen, heb ik hier de sorteerhoed. Waar slaat dat op? Dat ding is van Harry Potter. Ja, Bardo, en omdat jij een grote mond hebt, mag jij eerst. Cirkel, hij trapt erin. 1 april. Zo klas, als jullie allemaal even jullie agenda zouden willen pakken. Hou ermee op! Nee. Zo klas, het is vandaag dierendag. Bardo, welk dier heb jij meegenomen? Ja, ik heb hem meegenomen. Hallo klas! Hoi. Maar Bardo, dat is helemaal geen dier. Ik ben wel een dier, ik ben namelijk een hond. Waf, waf. Grom. Ik zei het toch? Meneer, waarom staat u achter een groen doek? Welk groene doek? Het groene doek zie ik achter u. Nee, er is helemaal geen groen doek, waar heb je het over? Ik zie nu uw slaapkamer. Er is helemaal geen kamer, Bardo. Waar heb je het over? Stop hiermee. Yo, what up gasten, bedankt voor het kijken naar deze spiksplinter nieuwe Banjo Movie. Ook bedankt voor het wachten van de afgelopen 3 weken, want mijn computer was kapot. Maar hij is nu weer gemaakt, dus ik kan nu volop weer video's maken voor jullie op Banjo Movies. Geef deze video ook even tussendoor een groen duimpje als je hem kut, leuk of matig vond. Deel hem ook met al je vrienden via Hives, Twitter, MSN en stuur hem met name door naar die mensen die altijd op school zijn of juist nooit op school zijn. Oftewel ook weer naar iedereen, want oh, dit gaat helemaal fout. In ieder geval, als jullie dat ook doen, beloof ik dat ik volgende week een nieuwe verse 50 online ga gooien. Teumes, misschien ken je hem van Balhaar en anders ken je hem nu vanaf mijn video. Hij is het derde plaatje aan de rechterkant. Als je daarop klikt, ga je naar zijn kanaal. Via het tweede plaatje aan de rechterkant ga je naar de bloopers en outtakes van deze video. Die zijn echt leuk, ik zou eens even kijken. En op het eerste plaatje ga je door naar de urinoir. Klik aan de rechterkant lekker door. En gasten, dan... hoor je nu scooter op de achtergrond en ik check jullie later.